nou hier in Club Melkweer zijn of ergens anders in het theater, het blijft toch bloedirritant als iemand voor je of naast je of achter je de hele tijd aan het filmen is. Kent u dat? Dus in die zin moeten we Melkweer wel gelijk geven dat je zo iemand gewoon even moet aanpakken. Maar het, is, het gaat verder. Vroeger, toen wij nog jong waren, werden we heel veel gefilmd en we hebben op YouTube toen de tijd gezet. En dan is de context helemaal kwijt. Dan sta je ergens in de kroeg, word je gefilmd, wordt gewoon op YouTube gezet en mensen die het zien, die weten helemaal niet hoe het tot stand is gekomen. Dus die trekken allemaal conclusies. En het gaat om de conclusies die straks wordt getrokken bij, hoe heet je ook weer? Daniel, hoe oud ben je? 17. Nou, net. Ja. Stel nou voor, hè? YouTube bestaat, is het niks meer van. Nee, dat is waar. YouTube is al een jaar erbij, toch? Het is wintertijd, zomertijd. Als je dan Daniel bent, je bent zeg maar met een handboeien aan een paal gebonden, dan staat een man met een latex masker naast je. Er zijn er mensen die dat straks zien en denken, nou, die Danielle die van 17 uit Schilderswijkwaard, die die zal wel helemaal gek zijn. Maar ja, het is nog geloofwaardig op het moment dat je gewoon aan een paal staat. Maar als je dan ook nog in een kooi zit, ja, dan moet er wel iets gebeurd zijn. Dat wist je niet. Dus dat we even filmen en op YouTube zetten, staat er over een half uurtje op. We zetten je naam erbij en daarna zijn we helemaal klaar met filmen.